We beginnen met een muzikale olifant. Dit is Shamba. Ja, dit is Shamba. Ja, hoe oud is ze? Het is een vrouwtje. Ze is 33 jaar oud. Ja. Ze houdt van mijn haar. Kom, we gaan een beetje voorstaan, dan zien de mensen thuis. Zo, voilà. Zeg, het is een muzikale olifant, dat zullen we straks merken. Ja. Het is een vrouwtje, dat noem je bij olifanten een koe. Een olifantenkoe, ja. En heet het mannetje een stier? Nee. Nee, dat is een boele. Een boele. Zeg, het is een bekende olifant, om het toch een beetje te plaatsen. Ze heeft al in films gespeeld. Ja, ze heeft in heel veel films gedraaid. En, ze houdt van scripts ook. Moet je mijn script hebben, dan ben ik wel de ganse avond gefopt natuurlijk. In welke films heeft ze gespeeld? In Springen onder andere, ja. Nederlandstalige film. Ja. En dan in Franse en Duitse films. En ze heeft enorm veel televisieopnames meegedaan met stunts en met alle mogelijke feesten en naam maar op. Ze houdt van mijn kalslederen schoenen. Zeg, waar houdt zij niet van? Want u zei, ze houdt niet van dronken mensen. Ze houdt niet van dronken mensen. Ze eet dus niet graag vlees. En vis ook niet. Wel groenten? Hoeveel groenten per dag? Ze eet zo'n 200 kilo per dag. Alles doorheen, ja. Brood, groenten, fruit, hooi, haven. En ja, het staat in uw familiepark in Heusden bij Gent. Ja, dus ja. Zij treedt dus op in het familiepark. Ze maakt ritjes met kinderen op de rug. Kijk bij Heusden in Gent. Zeg, u praat met haar. Hoe doet u dat? Praat eens even met haar. Ik spreek met haar. Ja, Shamba. Beste, u spreekt de Shamba. Uno. Shamba. Nee. Ah ja, ze heeft iets gezien. Ja, natuurlijk. Een paar suikertjes, dat is natuurlijk, ja. Aha. En wat spreekt u dan ermee? Allee, Shamba. Olifantees? Shamba, wie spreekt de Shamba? Beste, uno. Uno, beste, Shamba. Shamba, rond. Ja, ze is nu helemaal afgeleid. Ze is sprakeloos. Shamba. Het is de opwinding, hè. Maar ze vindt camera 4 wel een heel leuke jongen, hè. Kitzel, ze is wel voor de mannen, hè. Ja, 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 zeker, ah, ja, zeker. Rondom. Beste Shamba, u spreekt de Shamba. Beste, doe het om bed. Beste, doe het om. Nee, ze heeft geen zin. Maar ze mag wel een stukje muziek spelen. Ik ga wel even zeggen, we hebben 3 hele mooie papegaaien in de studio. Die zijn ook van u. Die zijn ook van ons, die komen ook uit het park. Wie is dit? Hier, dat is Simon natuurlijk, hè. Dag Simon. ik wist dat de papegaai, hè. Geen paniek. Dat is Archimedes. Archimedes? Archimedes, ja. Zonder bad. Ja. Ja? Ja. En we hebben nog Laura en Jaco. Laura en Jaco. Goed. Op de andere kant. Maar die blijven gewoon om hier ons het leven zuur te maken vanavond, denk ik. Nou, zo erg is het niet. Goed. Oké, we gaan over tot de muziek. Zij kent slechts 1 nummer en dat heet O Sole Mio. Maar we moeten haar helpen. Dus het orkest zal het een beetje inzetten. U mag ook een beetje mee neurien. Alexander. Met de mondharmonica. Hop. Ja, no. Beste, Shamba. Ja, bravo. Bedankt, Harry. En bedankt, de olifant Shamba. Dat werd tijd. Daarstraks, tijdens de ineenzetting, liet ze een plas vallen. Ik hoop dat ze de andere behoefte voor buiten houdt. Een olifant in tilt. Meteen de perfecte overgang om het te hebben over orale hygiëne.